We hebben binnenkort gemeenteraadsverkiezingen, zoals jullie weten. Daarvoor zitten jullie hier allemaal. En we zijn echt heel erg trots dat zoveel partijen hebben gereageerd op onze uitnodiging om een debat over LHBT-thema's te komen voeren. Ik ben Jan Thijs Leeuwenhoek-Nieborg, ik ben voorzitter van COC Leiden. En dit debat wordt mede door COC Leiden georganiseerd, maar ook door ASV Prometheus en het LGBTQ+ netwerk van de universiteit. Het debat zou geleid worden door Chris en Marleen, die staan er al klaar. En ik wil ze graag het woord geven. Na het debat is er trouwens een borrel bij ons op het COC, op de Lange Gracht. En het eerste biertje is gratis. Stad voor iedereen dus. Mijn partner in crime vanavond is Chris de Waard van de Sleutelstad. Niet de politieke partij, maar eigenlijk de leukste omroep van regio Leiden. Ja. Wij gaan de politici aan jullie voorstellen en daarna gaan we snel beginnen met de stellingen. En aan het eind van de avond mogen jullie nog vragen stellen. Susanne Herman, nummer 3 van D66. Je hebt vanmiddag nog boeken zitten uitdelen. Voor optimistisch Leiden. Ja, ja, het is boekenweek, dus we hebben alle leden boeken laten meebrengen. Die gingen flyeren en toen hebben we iedereen een boek gegeven die dat wilde. Ik heb ook voor jullie 12 gestuurd. Eén of negen boeken leg ik je weer naar straks allemaal boeken. Deze is belangrijk. Voordat ik Gijs vraag zichzelf voor te stellen, zal ik dan mijn charmante co-presentatrice van Opzij ook even aan jullie voorstellen. Gijs. Dagjes. Stel jezelf even voor. Ja, ik ben. Of ik inderdaad mezelf moet beginnen. Ja. Ik ben Gijs Holler, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Nummer 2 achter deze lieftallige dame. Boven mijn Marleen dame. De andere Marleen vanavond. De andere Marleen inderdaad, ja. En de Partij van de Arbeid is ontzettend trots op Leiden. We zien dat het heel goed gaat. Maar hoewel het goed gaat met Leiden, gaat het nog niet goed met alle Leidenaren. En daarom zetten we ons in om Leiden de komende jaren nog sterker sociale en groener te maken. We gaan naar de tweede dame van vanavond, Ries Walraven, SP. Goedenavond. Goedenavond, ik ben Ries Walraven van de SP. Ik ben raadslid en ik ga mijn tweede termijn in. Ik sta op nummer 2 van de lijst. En ook de SP is zeer voor een goed LHBT-beleid. We hebben dat een paar maanden geleden op ons landelijk-congres nog eens extra bevestigd. En ook het beleid van wethouder Roos van Gelderen heeft dat ook wel uitgewezen, dat wij echt voor emancipatie zijn. Het is wel zo dat er nog steeds niet alle problemen opgelost zijn. Dus wat dat betreft denk ik ook heel goed om vanavond dit nog eens even aan de orde te stellen. Want sociaal is heel normaal, toch? Sociaal is heel normaal in Leiden. Ja. De volgende is Erwin. Ja, hi, ik ben Erwin Zaat van de Partij voor de Dieren. Ik sta op nummer 6 op de lijst, dus de kans is groot dat ik in de schuldenrecht ga vanuit. Jullie kennen de partij natuurlijk vooral als een partij die opkomt voor de belangen van de dieren. Maar eigenlijk zeggen we altijd van, we komen niet alleen op voor de belangen van de dieren, maar we willen graag een stem zijn voor mensen die mensen en dieren die niet genoeg zelf een eigen stem duidelijker te maken. Dus in die zin komen we eigenlijk voor iedereen op, ook voor mensen zoals hier zo waar we hier over gaan discussiëren. Nog meer dames vanavond. Josine Heijnen, nummer 3, CDA. Verbeter je buurt, verbeter je stad? Versterk de stad. Josine Heijnen, ik sta op plek 3. Nieuwkomer bij het CDA en in politiek. LHBTI. We hadden gisteren echt een super gaaf feestje te ere van Vrouwendag, maar ook een aantal CFC'ers waren die daar gezegd. Dus dat is leuk. Ik denk dat we wat soort dingen in Leiden moeten blijven doen. Iets anders, een nieuwtje. Ik kreeg van ons partijbureau vandaag te horen dat wij samen met PvdA, CDA PvdA, een wetsvoorstel hebben gemaakt en we gaan indienen volgende week om ook seksuele intimidatie en intimidatie voor LHBTI'ers op straat strafbaar te gaan stellen. Dus dat is alvast een goede stap in de richting. Gaan we naar de VVD. Ja, hi, ik ben Alissa Voorwald. Ik ben de nummer 8 voor de VVD hier in Leiden. Ik
ben nog geen raadslid, maar we gaan voor zetelwinst. Dus ik hoop dat de komende periode dan te zijn. Na de gebeurtenissen van deze week, ook met de posters van de Soesterplein, denk ik dat het heel goed is dat we hier vandaag met z'n allen bij elkaar zijn om hierover te praten. En ja, dat wetsvoorstel, dat vind ik prachtig, want ja, dat hebben ze de VVD in Amsterdam al kan doen. Ashley Noord van GroenLinks. Ja, Ashley Noord van GroenLinks, inderdaad nummer 3 op de lijst voor GroenLinks op dit moment al raadslid. Hopelijk volgende periode ook. En GroenLinks staat voor een groen, gezond en gelukkig leiden en daar hoort ook inclusiviteit bij. Inclusiviteit van de LHBTI-gemeenschap, maar ook van allerlei andere soorten mensen, van andere minderheden in de stad. Daar staan we voor de afgelopen jaren voor gestrijd. En dat ga ik persoonlijk ook weer de komende 4 jaar. Dan gaan we naar de laatste aanwezige, Maarten Kersten van de partij Sleutelstad, al een paar keer bijna raadslid geworden. Nee. Vorige keer hebben we meegedaan en toen haalden we de helft van de kiezen. Maar toen was ik ook gelijst. Nu ben ik gelijst en nu komen we erin ook de Nestor van de Raad. Meteen. Als je dat maar weet. Wij zijn hier, zoals je ziet, voor de kijkers uiterst links. Dat is niet helemaal voor niks, want wij zijn de enigen die keihard voor het referendum pleit. De zeggenschap, daar komt nu in D66 binnen. De zeggenschap, de zeggenschap voor de burgers. Wij willen de burgers de zeggenschap teruggeven. Ons motto is, partij Sleutelstad. Geeft de sleutels van de stad aan de burger terug. En ik moet zeggen, we hebben 5,5% LHBTI'ers op de lijst staan. Nou, dat is niet veel natuurlijk. We hebben 43% vrouwen op de lijst. En 25% van de leden van mijn 2 eetclubs zijn LHBT. Dankjewel Maarten. Eén partij is er vanavond niet bij, dat is de ChristenUnie. Ze hebben ons bezworen dat dat echt alleen maar een technische reden heeft. Ze konden niemand vrijmaken, want er waren vandaag maar liefst 3 debatten. Want ze zeiden, we gaan niet alleen maar naar debatten waarvan we denken, daar gaan we heel veel stemmen binnen. Maar ook zien we het als een manier om verantwoording af te leggen over de afgelopen jaren. Dus we nemen het graag van ze aan. Chris, jij gaat de eerste. Dat is goed. Ik had ze op mijn telefoon gezet, maar die heb ik net weggegeven, denk ik. Maar goed, we hebben een briefje, dus dat geeft niks. De gemeente Leiden is natuurlijk een belangrijke werkgever in de stad en is uiteraard heel open voor de doelgroep. Ja, dat is een beetje het hele alfabet inmiddels. Maar misschien kan dat nog wel wat meer worden uitgedragen, zodat dat het nog welkomer voelt, dat je je nog meer uitgenodigd voelt. Bijvoorbeeld als je trans man of vrouw bent, om ook echt te gaan solliciteren bij de gemeente Leiden. Wie zal ik daar als eerste het woord over geven? Jullie hebben allemaal zelf microfoons, dus ik kom niet naar jullie toe. Maar jullie moeten een beetje vechten om die 3 microfoons op tafel. Dus wie het eerste is, die... Ries? Ik zou zeggen, trek hem naar je toe en grijp je kans. Ja, ik zou zeggen, het is een uitstekend voorstel. En ik vind ook inderdaad dat de gemeente echt een leidende rol daarin moet hebben. Want we kunnen wel zeggen van, ja, we zijn voor, ik noem het maar even homo-emancipatie hoor, want de hele het alfabet opnoemen is mij te lang. Dus we zijn voor homo-emancipatie natuurlijk. En ik denk ook dat de enige manier om dit te bereiken is door vanuit de overheid het goede voorbeeld te geven en dat ook heel erg zichtbaar te maken. En dan niet alleen maar op bepaalde dagen een keer een vlag uithangen of zo, maar gewoon echt het hele jaar door. Dus wat mij betreft kan het niet genoeg zijn, daar zijn we zeer voor. Denk je dat het dan ook zou kunnen helpen als een wethouder specifiek dat roze beleidsterrein als onderdeel van de portefeuille krijgt, echt benoemd? Ja, waarom niet? Hartstikke goed zou ik zeggen. Dat zou ik echt heel nadrukkelijk zo willen stellen. Ja, lijkt me heel goed. Mag ik daar een even? Jazeker, Essie. Want op dit moment heeft de wethouder, Roos van Gelderen van de SP, heeft een rode portefeuille. En dat doet ze volgens mij ook op zich prima. Dus dat is heel mooi. Ik denk wel dat het goed zou zijn als we die portefeuille zichtbaarder maken. En dan zou ik zeggen, niet alleen LHBTI-emancipatie, maar inclusiviteit op zich. Inclusiviteit als portefeuille van een wethouder. Want het is heel belangrijk dat de LHBTI-gemeenschap zichtbaar is en dat het college en de gemeente bijdragen aan emancipatie. Maar zoals ik ook in het begin al zei, we hebben ook andere minderheden in de stad en het klimaat, sociaal klimaat wordt gewoon wat grimmiger. En wij vinden het belangrijk om aan die mensen een stem te geven en dat we uitstralen, leiden van oorsprong een stad van vluchtelingen, dat wij een stad zijn waar iedereen op zijn plek wordt, op zijn plek is. Hè? Dus zowel de LHBTI-gemeenschap, maar ook andere minderheden, ook vluchtelingen. Dus wij willen heel graag een wethouder van algemene inclusiviteit. Zou het ook een goed idee zijn om binnen die gemeente, waar natuurlijk ontzettend veel mensen werken, misschien moet je het zelfs
in regionaal verband met het servicepunt erbij, een soort netwerk te organiseren van ja, mensen uit de doelgroep met al die letters. Ja, dat zou op zich goed kunnen. Ik merk... Dus de politie heeft de roze in blauw bijvoorbeeld? Ja, en ja, we hebben ook de roze ondernemers al in Leiden. We hebben natuurlijk het COC, dus er zijn wel al netwerken. Ik zou zeggen, start nou niet als overheid een eigen netwerk dat een los eilandje is van de rest. Probeer dan zo goed mogelijk samen te werken met de netwerken die al bestaan, zodat je ook een schoon mogelijke doelgroep bereikt. Als je het intern hebt, dan kan je elkaar natuurlijk wel opzoeken. Ja, precies, en dat zou goed zijn. Maar dat is volgens mij bij de gemeente ook wel echt al wel goed geregeld. En daar mogen we volgens mij best trots op zijn ook. Gijs van Laak. Ja, dankjewel. Wij gaan bij beleid altijd voor voorlichting op scholen. We vinden dat de gemeente het voorbeeld moet geven. En we vinden dat we als stad voorop moeten lopen. En inderdaad, als het gaat over de gemeente moet het voorbeeld geven, dan moet je inderdaad voor zorgen dat het roze beleid gewoon goed in de organisatie is georganiseerd. En overigens vind ik het op zich een goed idee dat er één wethouder is die dat zal gaan coördineren. Maar wat mij betreft zijn alle wethouders, moeten zich ermee bezighouden. Dus de wethouder van onderwijs moet scholen in contact hebben voor goede voorlichting op school. De burgemeester moet op straat staan als er een keer iets gebeurd is wat we allemaal verafschuwen. En zo heb ik ook de wethouder die gaat over de organisatie en het inkoopbeleid. Die zal daar ook gewoon op moeten letten als je met bedrijven in zee gaat. Dus ja, op zich prima om één coördinerende wethouder te hebben, maar de hele gemeente moet het ademen, en net zoals de stad. Partijsleutelstad, Maarten Kerst, je hebt zelf een microfoon, je moet hem even pakken. Oh, ik kan ook. Dat is in jouw geval misschien niet heel verstandig. Het is een mobiele microfoon. Dank je. Wij zijn zeer voor een positief discriminerend gemeentebeleid. En wat Gijs zei, daar ben ik het ook wel mee eens. Het onderwijs, maar daar komen we later nog op. Het zou zelfs goed zijn, wij hebben het voorstel gedaan om naar het voorbeeld van de gemeente Schagen, die er al een paar jaar met veel succes mee opereert, een gelukswethouder in te stellen. Dat klinkt heel raar en zweverig, maar een gelukswethouder kan een heleboel dingen omvatten. He? Dit beleid, het roze beleid, en je zou je ook kunnen voorstellen dat er één keer in de zoveel tijd een roze wethouder in Leiden zou moeten zijn. Dus je zou moeten streven naar één van de wethouders die uit de LHBTI-groep komt. En we hebben een ideeënmakelaar, die kan een ideeën over dit soort bevordering duidelijk manifesteren. Je zou je kunnen voorstellen dat één of twee dagen per jaar het hele college van BMW in het roze gekleed gaat. Bij de campagneaftrap van de SP heb ik volgens mij Roos van Gelder horen zeggen: ik stop wel als wethouder, maar ik zou nog wel als gelukswethouder terug willen komen, dus wie weet. Susanna. Ja, ik wou graag aan de drie V's van Gijs nog een vierde toevoegen, namelijk vanzelfsprekendheid. Ik denk dat we echt ons best moeten gaan doen om ervan uit te gaan dat inclusiviteit een vanzelfsprekende waarde wordt in de gemeente Leiden. Ik zou er niet voor zijn om echt een geoormerkt netwerk voor LHBTI'ers binnen de gemeente te hebben, omdat ik denk dat je daarmee eigenlijk de vanzelfsprekendheid kleiner maakt. Dat je gewoon echt ervan uitgaat, wij doen dit met z'n allen. Iedereen is zoals die is, zoals zij is. Of die is misschien het meest genderneutraal hier. Dat iedereen gewoon de kans krijgt om zich te laten zien zoals die zich op dat moment bevindt. En dat je daar echt een vanzelfsprekendheid van maakt. In plaats van dat je zegt, dit is het netwerk, het komt op dinsdag bij elkaar. En of je even vooral op dinsdagmiddag homo wil zijn. Dat vind ik niet. Ik zou het echt heel fijn vinden als er echt een vanzelfsprekendheid aan zou zitten. Natuurlijk is het belangrijk dat inclusiviteit een portefeuille is van een wethouder. Dat lijkt mij. Ik denk dat we het daarover allemaal met elkaar eens zijn. Of je dat nou geluk noemt of inclusiviteit. Dat lijkt me eigenlijk vanzelfsprekend. Jij wou even reageren, Dies? Ja, ik wil even toch reageren op die vanzelfsprekendheid. In mijn ogen is het ook vanzelfsprekend, maar en de mensen die hier zitten, die zullen het er ook voorkomen mee eens zijn. Maar het zijn helaas allemaal echt hele volksstammen voor wie het helemaal niet zo vanzelfsprekend is. En dat is het probleem juist. Dit is iets wat eigenlijk toch, wat we voorlopig en misschien wel altijd zullen moeten blijven doen, dat we dit soort zaken benadrukken. Dat is volgens mij beter dan. Natuurlijk, het is vanzelfsprekend, ik ben het helemaal mee eens, maar het is echt ook met de komst van heel veel, met heel veel culturen en zo. We moeten daar ook de gelegenheid krijgen om kennis te maken met ons homo-emancipatiebeleid. Oh zeker, maar ik wil ook niet zeggen, het is vanzelfsprekend, dus het is geen probleem en we doen er niks aan. Wat ik wil zeggen is dat ik vind dat de gemeente moet uitstralen, dit is wat wij doen, dit is wat wij zijn een inclusieve gemeente en wij gaan hier met z'n allen aan werken. En dat is, ik denk dat als je dat als uitgangspunt neemt,
dat je er dan een veel meer een positieve beweging van maakt dan als je het maakt tot een probleem waar we een oplossing voor moeten zoeken om een netwerk aan te leggen. Is het voor de VVD ook zo vanzelfsprekend, Alissa? Ja, ik wilde in eerste instantie inhaken op die netwerken. Kijk, het staat natuurlijk altijd iedereen vrij om zo'n netwerk te beginnen en zich aan te sluiten bij wat voor netwerk je dan ook wil. En iedereen is vrij om daar zelf een keuze te maken. Dus ik denk niet dat de gemeente dat zelf actief hoeft te gaan regelen. En als we dan kijken naar zo'n wethouder, dan denk ik dat het heel nuttig is om dat beleid allemaal onder te brengen bij één wethouder. Zodat het duidelijk is dat er een soort coördinerend punt is. Iemand die dat in de gaten houdt. Maar ja, laten we vooropstellen, eigenlijk wil ik gewoon over 4 jaar dat die wethouder helemaal niet meer nodig is. Het moet gewoon vanzelfsprekend zijn dat iedereen daar rekening mee houdt in zijn beleid. En dan zou er geen enkele coördinerende wethouder of wat dan ook nodig moeten zijn om dat gewoon standaard op te nemen. Want je houdt rekening met iedereen, dus ook met LHBTI'ers. Oké, ik ben er van. Ja, dat is natuurlijk heel mooi dat het over 4 jaar dan geregeld zou zijn. Maar dat, ten eerste, weet je... Je merkt gewoon dat het grimmiger wordt in de samenleving. Dus het is echt belangrijk om dat als gemeente uit te stralen. En ik hoop ook dat het over 4 jaar geregeld is, maar ik denk niet dat het moet vallen in te veel wensdenken. Dus laten we nou zeggen dat die wethouder van inclusiviteit dat we dat gewoon gaan regelen. Nog reageren op dat netwerk. Ik denk dat het ook onderdeel is van goed werkgeverschap. Dat je uitstraalt, dat je daarvoor open staat, dat je werknemers aan wil bieden. Ik ben het helemaal eens met Susanna en D66. Dat je ook weer niet nieuwe hokjes moet gaan optuigen. Maar op dit moment denk ik dat het gewoon een getuige van goed werkgeverschap als je die mogelijkheid wel aanbiedt als gemeente. Roze ambtenarenboot in de Peurbakkentocht. Juist. Dat lijkt me prachtig. Ja. Erwin, we gaan naar de Partij voor de Dieren. Ja, precies. Ja. Die roze ambtenaren in de Peurbakkentocht, daar ben ik dus helemaal voor. Want ik denk dat de gemeente niet moet reageren zodra er duidelijk wordt, een duidelijk signaal is, dat het nog niet normaal is, dat het nog niet geaccepteerd is, dat is het moment om in actie te komen. En zoals nu is inderdaad weer die posters, hè, dan zou de gemeente gelijk acuut moeten reageren en van mijn part die gaan stemmen posters weghalen en daar posters neer gaat hangen van zoenende mannen of zoenende vrouwen of maar wat verzin maar wat. Maar in ieder geval dat er duidelijk is een anti-reactie is op ongedraagzaam gedrag. Ja, wij zijn inderdaad heel erg voor de vrijheid van mensen. Iedereen moet kunnen doen wat hij wil, maar die vrijheid houdt op zodra je de vrijheid van iemand anders inperkt. Hè? Waarmee we dus bedoelen van als jij niet om kan gaan met mensen die hun eigen vrijheid uitoefenen, ja, hè, als jij dus een bushokje in gaat slaan, ja, daar houdt je vrijheid natuurlijk op. En die Peurbakkentocht, dat is een heel goed plan, die zitten we net te bedenken. Volgens mij de Partij voor de Dieren, die doet al van het begin of zo mee met, in Amsterdam met die botenparade daar zo. Dat we hier bij stil gaan staan. Maar dat is een hele goede manier om te laten zien dat het geaccepteerd is, dat je het normaal vindt en dat we met z'n allen gewoon met elkaar om kunnen gaan. En ik zit me ook altijd af te vragen van, wat is nou eigenlijk het probleem van de mensen die zo ongedraagbaar samen zijn? Wat hebben zij nou aan nadeel van dat ik met mijn vriendin naar bed ga of mijn buurman met zijn vriend? Ik snap dat nooit helemaal goed. Is bij jullie dat wel eens duidelijk geworden wat mensen daar nou precies voor nadeel aan hebben? Ik heb het nog nooit gehoord. Nou, zo! Ik denk dat we de zaal straks ook aan het woord moeten laten, maar we gaan nu naar je laatste in het rijtje van het CDA. Anders dat we voor jou staan, dan moet jij dat. Ja, weet je, we zijn het gewoon eigenlijk allemaal heel erg eens. Dus wat dat betreft is het een beetje een saaie opening, maar wel een goede natuurlijk. Kijk, wat ik ook denk, wat jij net zei, dat je eigenlijk niet begrijpt waarom er mensen zijn die er zo moeite mee hebben. En, ik snap wel dat mensen alles dat ze niet kennen, dat ze dat eng vinden en daar dus in eerste instantie tegen zijn. Ik snap niet wat het nadeel is. En daar zou ik ook nog bij aan toe willen voegen. Ik snap dan niet waarom mensen dan zo anti gaan reageren als op die posters. Dus ik denk ook dat we naast het netwerk van de gemeente het breder moeten trekken. En wat je zegt, komen opdagen als er iets is gebeurd. Maar ook echt preventief kijken, wat kunnen we aan scholen doen? Weet je, waar groeien deze mensen op die zo agressief tekeer gaan tegen de suitsupply posters, homoseksualiteit? Dus dat daar echt een taak voor de gemeente ligt.
Maar ik heb al in de stellingen gezien dat we daar op komen later. Dus ik zal niet het gras voor jullie voeten wegmaaien. Ja, maar sorry, maar dan ga je er dus wel van uit dat er jongeren zijn die die super... Nee, maar dat is dan... je moet misschien kinderen zo jong mogelijk beïnvloeden om dat normaal te vinden. Om van die vanzelfsprekendheid iemand zijn hele leven mee te geven. Dat bedoel ik. Ja, maar dat ben ik wel met je eens. Ja. Maar van, ik vind dat je, net zoals je als iemand 35 is en ik word met DT schrijft, dan kan je ook niet op zijn middelbare schooltijd toeverwijzen. En dat geldt ook voor kleingeestigheid. Dus als je op je 35ste kleingeestig bent, heb je dat in de maatschappij opgedaan. Nee, precies. Maar op je 35ste dus gemeente kun je daar heel veel iets kan sturen. Dus dat is dan even wat lastiger. Maar laten we ook de kleingeestige 35-jarige... onder behandeling nemen. Ik wou nog even de vraag over het nadeel ingaan. En je zegt, als ik met mijn vriendin naar bed ga, wat kan dat nou die man hiernaast die met zijn vrienden bed? Nee, die vent die jij dus of een ander die met zijn vrouw naar bed gaat, die heeft dus geen buurvrouw mee om een keer vreemd te gaan. Dus dat is het probleem, dat is het nadeel. Mooie brugvraag. Geweld tegen LHBTI komt nog steeds voor, ook bij ons in Leiden, maar toch is de aangifte bereikheid vrij laag. Hoe zouden jullie dit probleem aanpakken? En ik wil graag bij Ashley beginnen. Ik ben me te herinneren dat hij een keer met geweld te maken heeft gehad vanwege zijn roze bril. Ja, dat klopt. Het was kennelijk heel aanstootgevend om een roze bril te dragen. Dat is 4 jaar terug dat ik inderdaad door een groepje jongeren achterna werd gezeten die daar een groot probleem mee hadden dat ik dat droeg. En daaruit dachten mijn geaardheid te kunnen afleiden, wat ze ook dan wel weer juist hadden, dat moet je maken. Maar dat was gewoon een heel vervelend incident waar ik gelukkig wel aan heb kunnen ontkomen. Maar dat tekende wel dat er inderdaad gewoon ook in Leiden nog steeds onverdraagzaamheid is, ook richting LHBTI. Ik heb toen aangifte gedaan. Ik twijfelde daar ook eerst over, hoor. Omdat ik dacht van ja, wat gaat er allemaal mee gebeuren? En twee, gaat er wel iets mee gebeuren? Maar uiteindelijk heb ik het gedaan. En het is ook serieus onderzocht. Maar helaas heeft dat niks opgeleverd. Wat wel ook een frustratie is vaak, hè, in de LHBTI-gemeenschap. Dat het dan zo weinig oplevert. Dat bleek ook deze week weer. Ik meen bij een vandaag dat er maar... een stuk of 6-7 mensen per jaar worden veroordeeld voor LHBTI-discriminatie. Ja, het is gewoon schokkend laag als je weet dat 80% geloof ik van de gemeenschap te maken krijgt met discriminatie en geweld. Dus daar moeten we echt wat meer aan gaan doen. En het aantal aangiften moet ook omhoog. Bijvoorbeeld door duidelijk te maken dat je ook anoniem aangifte kan doen. Hè. Dat maakt het al in ieder geval wat veiliger om dat te doen. Ik denk dat dat een hele belangrijke eerste stap is. En ik denk ook dat als we zo'n wethouder van inclusiviteit hebben, en ook al hebben we hem niet, dat het college zijn best moet doen om bij de politie er ook werk van te maken en er echt wat mee te doen. Het sterker nog, als gemeenteraad stellen wij jaarlijks de prioriteit vast voor de politie. En dit is gewoon een onderwerp dat je dan zeg maar aan de politie kunt meegeven. En dat lijkt me heel verstandig om daar eens op te letten. Kijk. Een ander punt is ook dat we hebben bureau discriminatiezaken. Dus een half jaar geleden is al failliet gegaan. En heel veel mensen weten ten eerste niet dat het er is. Het is nu overgenomen door Den Haag. Maar ja, er is gewoon zo'n bureau. En daar kun je dit soort zaken zeg maar, bespreekbaar maken. En wat daar heel vaak mee speelt, is er gebeurt iets. En dan ga je drie dagen later, is dat bureau open omdat het weekend was of dat die gesloten was. Ik denk dat het goed is om gewoon ruime openingstijden voor te handhaven voor zoiets. Zodat als het gebeurt, is het gelijk kunt doen. En het laatste wat nog wel zou kunnen is goed op de hoogte worden gehouden van wat er gebeurt er nou mee met jouw aangifte. Want dat is vaak ook een van de grote frustraties, dat zie je bijvoorbeeld ook bij discriminatie bij allochtonen. Dan doen ze aangifte uiteindelijk en dan horen ze er nooit meer wat van. En ik denk dat dat ook echt heel belangrijk is. En natuurlijk is het dan altijd nog teleurstellend als er dan daardoor niet gevonden wordt of niet gepakt wordt. Maar ik denk dat we beginnen nou voor met goede op de hoogte houden. En dat gaat nu te vaak mis. Moet ik meteen een beetje? Yes. Want je begon over bureau discriminatiezaken. Onlangs heeft GroenLinks daar schriftelijke vraag over gesteld dat die terugkomt in Leiden. Ik weet dat de PvdA het ook eerder heeft gedaan. Dat is echt bizar. Dat een stad van 125.000 inwoners niet een eigen bureau discriminatiezaken meer heeft. Gewoon toegankelijk is. Het staat ook nog eens het adres verkeerd op de gemeentelijke website. Dus als je al naar Den Haag gaat, dan beland je op een totaal verkeerde plek. Dat is helemaal spijtig natuurlijk. Maar dat moeten we echt direct regelen. En dat vind ik ook echt teleurstellend van het huidige college dat ze dat hebben laten gebeuren. Dat het weg is en dat ze dat niet goed orde hebben om dat terug te brengen.
Nou, dat heb je mooi gezegd, Chef. Alsjeblieft, sorry. Alissa, de VVD is ook voor een stad waar mensen zich veilig voelen. Hoe zou je het probleem aanpakken? Een lage aangiftebeleid. Ja, zoals er net al werd aangegeven, vragen heel veel mensen zich inderdaad vaak af van, nou, wat gebeurt er dan met mijn aangifte en wordt dat wel serieus genomen? Ik denk dat er een hele belangrijke rol is weggelegd voor roze en blauw in dit geheel. Die zijn gespecialiseerd in hoe ze met dit soort kwesties moeten omgaan. En ja, waar we het net over hadden over die meldpunten, ja, er zijn vaak gewoon heel veel verschillende meldpunten in Nederland. En elke organisatie die roept er weer eentje in het leven. En eigenlijk weten slachtoffers vaak gewoon niet waar ze naartoe moeten. Dus ja, als het aan de VVD-leiding ligt, moet dat gewoon heel helder worden. Komt er gewoon één duidelijk meldpunt waar je voor dit soort discriminatiezaken op allerlei gebieden terecht kunt. Wat mij betreft is dat gewoon de politie. Dan is iedereen op de hoogte van waar die moet zijn. Ja, en ik, als derde denk ik gewoon dat dit soort avonden heel belangrijk zijn. Om hier met z'n allen in gesprek over te gaan. Zodat we laten zien dat we achter de groep staan. En dat ze daarom zich gesterkt voelen wanneer zij aangifte gaan doen. We hebben het nu vooral over de slachtoffers. Maar de daders, die moeten eigenlijk natuurlijk ook gewoon aangepakt worden. Josine, hoe zou jij dat doen? Nou ja, allereerst door straatintimidatie strafbaar te stellen, want het is binnenkort gaat groeien. Ja. En ja, ik denk ook dat dus nog over die aangiftebereidheid even, dat we, ja, dat we ook moeten laten zien dat we als gemeente, als overheid, dit soort dingen gewoon heel erg serieus nemen. We hadden natuurlijk een tijd geleden in Leiden dat gamerpad wat besmeurd was. Ja, en ik vind dat wel een goed voorbeeld van hoe sneller eigenlijk ingesponnen wordt dat Henry Lemfrink zegt van dit kan zo niet, dat er echt gedegen onderzoek naar wordt gedaan, dat er uiteindelijk uitkomt van ja, het was een studentengrap. Ja, en dat dus ook toen Karel Stolker zich daarover tegen heeft uitgesproken. En dat ook inderdaad deze studenten, hoe ze toen een symposium organiseren samen met COC. Nou ja, goed, daar kan je van alles van zeggen, maar wel dat er ook wordt gekeken naar de daders en om hun gedrag te beïnvloeden en ook echt te laten zien dat het niet kan. Maar ik ben ook wel voor een harde aanpak op dit soort dingen. Ja. Ga naar je buurman, Erwin. Jij hebt iets aan toe te voegen. Ja, ik heb er wat aan toe te voegen. We zijn het allemaal roer en met elkaar eens natuurlijk. Maar voor de Partij voor de Dieren is het wel een van de grondwaarden van onze maatschappij. Dat je op zijn minst de vrijheid mag hebben om jezelf te zijn in het land. Dus wat ons betreft is dit nou bij uitstek iets waar de politie prioriteit aan moet geven. Om dit soort zaken in ieder geval grondig te kunnen onderzoeken. Dat de aangiftebereidheid. Dat die vergroot kan worden door inderdaad wat serieuzer ook op zo'n aangifte in te gaan. Ik schrik ervan als mensen zeggen van ja, het moet anoniem kunnen. Ik vind ook dat het anoniem moet kunnen, maar niet dat daar behoefte aan is om het anoniem te doen. Iemand zou dat bij de politie dusdanig veilig moeten kunnen brengen dat hij dat niet anoniem hoeft te doen. Dus ik denk dat dit een uiterlijk iets is waar prioriteit aan gegeven moet worden bij de politie. Susanna, D66. Dank je. Waar ik me even op wil richten is die aangiftebereidheid. Ik denk dat als je iets overkomt op straat, dat er dan allerlei redenen zijn waarom je geen aangifte doet. En een van die redenen is waar we het net al over gehad hebben, dat je denkt dat er toch niks mee gebeurt, dat het toch nergens over gaat. Maar wat ik denk dat ook heel belangrijk is het gevoel dat je hebt, je bent al een slachtoffer, je hebt al een geweldsincident meegemaakt, je voelt je al naar. En dan moet je ook nog daarover gaan praten. Dat soort, nou ja, ik noem het even schaamte of dat soort ongemakkelijke gevoelens. Dat zijn dingen die ook gewoon overwonnen moeten worden. En ik denk dat je die niet overwint door de drempel nog veel hoger te maken om die daadwerkelijk die aangifte te gaan doen. Dus inderdaad, die samenwerking van COC met de politie. Misschien zou je zelfs wel iets moeten doen met dat, ik verzin het nu ter plekke, maar dat de politie soms gewoon naar het COC gaat om met mensen te praten over wat ze zouden hebben, wat ze hebben meegemaakt en of het zin heeft om daar aangifte van te doen. Dat je je veilig voelt, want ik denk pas als je je veilig voelt, dan durf je pas aangifte te doen. En als er geen aangifte gedaan wordt, dan kunnen die daders niet aangepakt worden. Dat is, want we hebben het wel over daders, maar je bent natuurlijk, je bent een dader op het moment dat je iets doet, maar je kan pas als dader behandeld worden op het moment dat er aangifte gedaan wordt. Dus aangifte doen is echt heel belangrijk en het klinkt dan een beetje als het weer gewoon terug over de schutting gooien van ja, dan moeten jullie het zelf maar regelen. Maar dan gaat het niet om eerst aangifte, dan kunnen we er wat mee doen. Dan kan de gemeenteraad zorgen voor controle, dan kan de politie zorgen voor dingen. Die aangifte is echt de allerbelangrijkste stap. Maarten Kersen. De SP
spelen twee dingen natuurlijk een rol bij die aangiftevrees. Dat is wat je schetste net, schaamte. Maar dat is niet alleen in deze groep zo. Mensen die aangerand worden, verkracht worden, zelfs berovingen thuis. Er is een enorme angst, een soort fobie om dingen aan te geven. Dat ligt niet alleen aan het feit dat de politie er vaak niks mee doet, maar dat zit inderdaad intrinsiek ook in de mens. Dat moet je als politie dus inderdaad proberen te doorbreken op alle mogelijke manieren. Onder andere door meer bekend te maken dat de politie veel beter bovenop dit soort zaken zit en de aangiftes wel behandelt. Tegenwoordig is een klimaat, dat hoor je en lees je en zie je steeds, dat er te weinig gebeurt met aangiftes. Dat is ook zo. En dat ligt voor een deel, en daar moeten we ook eens naar kijken, en lobbyen via de VNG naar het Rijk toe, dat er veel meer geld moet worden gestoken in de politie. Dat is veel te veel bezuinigd. Ze komen niet, lang niet overal aan toe. En dan gaan deze zaken al gauw in de lava 8 jaar. Hm? Zo. Ries, ik heb jou nog niet gehoord bij deze vraag. Heb jij nog een reden? Ja, nou, er is natuurlijk wel heel veel gezegd, maar inderdaad, het moet makkelijker worden om aangifte te doen. En de politie moet ook echt iets uitstralen van, kom maar hier met je aangifte, hè, daar gaan we echt wat mee doen. En ja, het is natuurlijk ook jammer dat er ook wel vanuit landelijk is bezuinigd op de politie, want die mensen die werken gewoon keihard en die zitten met overvolle agenda's, dus dat is ook een probleem. Maar ik denk inderdaad ook dat op het moment dat de aangifte gedaan wordt en er wordt een keer iemand betrapt of echt gevonden of veroordeeld, dan lijkt het me ook heel goed om zo'n persoon een straf te geven waardoor die ook echt inzicht krijgt in wat hij heeft gedaan. Want ik denk ook dat bij heel veel mensen beseffen het vaak gewoon niet. Het is iets heel raars. Mensen hebben iets in zich van discriminatie. Als jij tot een bepaalde groep behoort en je bent iets anders, je neus staat scheef of je hebt een andere huidskleur of weet ik wat, of je hebt een ander accent, dan hebben mensen de neiging om te discrimineren. Dat begint al bij kinderen, bij pestbeleid. En datzelfde als bij pestbeleid, dat je met dit soort dingen gewoon gigantisch het hele jaar door daar bovenop moet zitten. Dat is echt het enige wat helpt volgens mij. Even over de daders. In andere steden worden wel eens blokhomo's ingezet om geweld tegen LHBTI tegen te gaan. Vinden jullie dat een idee om ook een leiding te doen? Ashley? Nou, ik ben bang dat zo'n blokhomo ook met gewoon ongelooflijk veel stereotypering in gevaar gaat. En ik denk niet dat we dat als overheid moeten subsidiëren of mogelijk maken. Dus ik zie dat niet zo zitten. Met een roze bril. Ja, ik denk, die criminaliteit moet je niet uitlokken om te laten zien dat er criminaliteit is. Dan maak je gewoon, dan ga je gewoon de statistieken zitten vervalsen. Dat heeft toch geen zin, denk ik. En bovendien krijg je dan inderdaad van die dingen als dat mensen dan, hoe moet je dat dan doen? Moet je dan expres met een boa over straat gaan lopen en een strakke leren broek in de hoop dat iemand je slaat? Dat is toch niet, op geen manier, ja. Dan moet je, dat denk ik, nee. Niet per se. Kijk, discriminatie moet gewoon keihard worden aangepakt. Maar we kennen allemaal genoeg mensen die LHBTI zijn, om denk ik daar iemand neer te zetten die wel representatief is daarvan. Ja, ik denk zelf dat dat gewoon niks oplost. Hè? Dan haal je daar één data uit, maar daar verander je niet mee hoe mensen denken. Ik denk dat je echt veel beter alle geld en moeite kan steken in het normaal maken, het zichtbaar maken. En ageren wel tegen als er iets gebeurt dat niet door de beugel kan. En dan is het juist laten zien dat het een iets normaals is. Maar een lokhomo, alleen het woord al, is eigenlijk wel heel erg lelijk, als ik eerlijk ben. En het lost niet daadwerkelijk iets op. Tenzij je weet, nou, die hebben al iets anders gedaan, maar we kunnen het niet bewijzen. En het dan inzetten. Maar wow. Om daar even op te reageren. Kijk, zo'n maatregel hoeft niet alles in één keer op te lossen. Je wil gewoon de mensen aanpakken die dat soort regels overtreden. En dan kan je daarnaast nog heel veel andere dingen doen, zoals fatsoenlijk onderwijs bieden, voorlichting geven. Maar het begint bij het aanpakken van mensen die dit soort regels overtreden. En het hoeft niet allesomvattend te zijn. Nou, we hebben natuurlijk ook op meerdere gebieden lok, puntje, hè, op kinderporno online, dat rechercheurs een klein plaatje hebben van een kind en dan iemand in de kraag vatten. Lok pubers bij het horecabeleid. En ik kan me toch wel voorstellen dat niet de politie zo stereotyperend denkt van we zetten twee mannen met een leren broek en we zien wel wat er gebeurt. Dat hoop ik toch niet in Nederland. Gijsola.
Er werd net gezegd, het begint bij het pakken van de talen. Volgens mij begint het bij een goede voorlichting en het zichtbaar maken. En is het pakken van de talen hoort er ook bij, maar dat is zeg maar het sluitstuk. Het begint echt met mensen laten zien dat het gewoon heel normaal is en dat, dat het ook gewoon dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Ja, ik denk echt, als je denkt aan blokhomo's, dan onderken je het probleem gewoon niet goed. Dan zie je het probleem als een te klein probleem. Er zijn te veel mensen, grote groepen mensen, die weinig acceptatie hebben voor andere seksuelen, of hoe je het wil noemen. Als je denkt met een paar blokhomo's allemaal op te kunnen pakken, die mensen die anders denken, nou, dat heb je echt helemaal niet begrepen. Dat denkt niemand aan tafel. Ook niet degene die zoals wij dan een medium niet tegen, maar ook niet voor blokhomo's zou zijn. Nee, dat is zeker niet. Nee, maar het zou wel fijn zijn, maar dat gaan we niet vanuit. Maar ik denk net zoals bij Buurman Vrees net zei, de aanpak is heel belangrijk uiteraard. Maar ik denk, als je naar al die stellingen kijkt, dan is er toch voorlichting. Steeds de samenleving daar weer over. Doe dat niet, dat is niet goed voor ons. En dat in het onderwijs en overal steeds maar kenbaar maken. Ik denk dat eigenlijk dat je een hoop van die stellingen op die manier wel kunt samenvatten. Maar je kunt voorlichten tot je een ontweegt. Maar als je iemand oppakt, dan zijn er ook niet minder daders. Volgens mij verbaast me niet dat de twee rechtse partijen dat zeggen. Want lokhomo's, dat is echt het symbool van een wantrouwende overheid. En op wantrouwen kan niks groeien. Dus ik denk echt dat dit geen enkel probleem gaat oplossen. Ik denk dat het echt onze tijd aan om te steken in 1. Voorlichting. 2. Een bureau discriminatiezaken dat laagdrempelig is en waar je gemakkelijk je gesprek kan voeren. En 3. Maar dat is voor het landelijk beleid niet bezuinigen op de politie, maar daarin investeren, zodat ze dit soort zaken goed kunnen aanpakken. Ja, bedankt voor dit compliment. Neem het maar op. Goed om even in de hoek. We hebben ook al bijna gezegd dat we voor zijn, denk ik. Maar we zeggen, of ik zeg in ieder geval, dat dat soort dingen, dat er vast goed over nagedacht zal worden hoe dit landelijk geregeld is. Dus dat, Ik denk dat tijd is voor een volgende stelling. Ja, we gaan naar school, niet naar de klimop, niet naar de luistermoeders, maar naar het middelbaar onderwijs. Want ja, taak is natuurlijk wettelijk ook tegenwoordig voor scholen om voorlichting te geven. Nou blijkt ook in Leiden dat niet elke school dat doet. Laat ik er maar eentje even nemen en shamen, want het is in ieder geval in ons wereldje denk ik een bekend voorbeeld dat het Bonaventura dat nog niet doet. Moet je daar als gemeente iets mee als zo'n school dus die verplichting niet nakomt? Zullen we deze ronde beginnen bij de toekomstige nestor van de gemeenteraad? Dankjewel. Ja, ik ben natuurlijk heel lang van de school af. Je moet absoluut natuurlijk beginnen met zo snel mogelijk na de leeftijd van 7 jaar, dus de wollige droomleeftijd nog, de jongeren gaan voorlichten. Waar ik sterk voor ben is dat op school niet alleen goed onderricht, goede voorlichting erover komt van niet luizenmoeders, maar lesbische moeders of LHBT moeders of zo. Maar dat er ook groepjes worden gevormd in de klas of werkgroepjes op zo'n school, dat kinderen daar met elkaar over kunnen praten en dat ze op een gegeven moment zich ook geneigd voelen of niet meer beschroomd voelen om uit de kast te komen. Ga zo maar, jij wil reageren. Ja, dankjewel. Ik wil eigenlijk voor een antwoord geven op de vraag. Nee, het is niet acceptabel als scholen niet aan voorlichting doen. Dat lijkt mij heel duidelijk. Maar moet het consequenties hebben? Uiteindelijk zou dat wel kunnen, ja. Maar het begint natuurlijk met een goed gesprek, met een stevig gesprek. Van het college met die school. Ik denk ook dat bijvoorbeeld het CWC een rol kan spelen daarin om het gewoon bekend te maken, bijvoorbeeld. Want ik wist het niet van het Bonaventura. Daar begint het mee, maar als een school het eigenlijk niet doet, ja, dan hebben ze wel een probleem. Nou kunnen we niet zo heel veel als gemeente, want het is niet zo dat we ze kunnen beboeten of iets dergelijks. Misschien dat het wel in de wet staat, maar dat is gewoon niet acceptabel. En ja, wat mij betreft, ik denk dat ik hier veel steun zal hebben was, achter deze tafel gaan we volgende week daar met z'n allen aandacht voor vragen in de gemeenteraad. Je hebt Susanna? Ik ben inderdaad docent. Ik werk op een school met een hele actieve GSA. Ik ben daar heel erg trots op. Onze GSA presenteert zich ook op de open dag. Die hebben gewoon een lokaal waarin ze gewoon vertellen wat ze allemaal doen. Het is een voorburg, dus ik kan er helaas voor lenen, kan ik er weinig credits voor claimen. GSA is het heet vroeger een Gay Straight Alliance, maar het is nu een Gender Society Association, geloof ik.
Maar ze doen, dus het zijn kinderen, het zijn leerlingen die homo zijn of bi, dus het twee genderneutrale kinderen in ook. En die presenteren zich dus gewoon op de open dag. En het valt mij op dat ouders van toekomstige leerlingen dat heel erg leuk vinden om te zien. Dat wij daar gewoon open over zijn, dat wij die kinderen gewoon echt de ruimte krijgen om zich te presenteren. Ik zou eigenlijk ook denken dat ouders die scholen zoeken voor hun kinderen, toekomstige brugklassen, waar ze hun kinderen heen willen sturen, dat misschien wel willen weten. Welke scholen in Leiden daar aandacht aan besteden en ook welke scholen niet. En ik vind het hartstikke goed dat je het boom naar neemt en shamed. En ik stel ook voor dat we gewoon doorgaan met nemen en shamen, zodat ze er gewoon mee ophouden met dat niet doen. Want het is natuurlijk te gênant voor woorden dat ze gewoon doen alsof een deel van hun leerlingen, want als je er geen onderwijs over geeft, dan is het nog echt nog niet weg hoor. Dus een deel van hun leerlingen, die hebben bepaalde gevoelens die gewoon niet aan de orde komen daar. En dat is gewoon echt een hele kwalijke zaak. Ries. Nou, ik kan me dus voorstellen dat er misschien al scholen zijn of docenten die daar moeite mee hebben. Met name docenten die misschien een beetje problemen hebben met klassen. En dan kan dit net nog een extra factor zijn die het moeilijk maakt. Maar dan denk ik dat het hartstikke goed is als we juist vanuit de COC ook die scholen goed begeleiden. En ik weet niet of het nu nog gebeurt. In de tijd dat ik bestuur zat van COC gebeurde het nog wel. Er gingen mensen naar scholen toe om voorlichting te geven. Dus ik denk, scholen die er moeite mee hebben, ook niet alleen nemen en shamen, maar vooral ook goed begeleiden. Ja, voor de Partij van de Dieren is het gewoon heel duidelijk. Het is een wettelijke taak in de scholen om die voorlichting te geven. En het staat ook al een tijd in ons verkiezingsprogramma dat die scholen, als ze dat niet doen, gewoon beboet moeten worden. Maar ik denk ook dat de schoolleiding, en misschien ook wel de juffen en meesters daar zo, misschien ook een stukje voorlichting moeten krijgen. Want blijkbaar vinden zij het niet belangrijk, weten ze niet wat er speelt in de maatschappij. En moeten die maar eens een keertje op cursus, zodat ze zelf gaan ervaren van nou, wat is het nou precies? Waarom moet ik daar eigenlijk les in geven? En misschien dat ze dan wel een taak kunnen gaan uitvoeren. Josine, wil het CDA die scholen keihard aanpakken, die bijgeachtige scholen? Nou, ik wou juist even iets nuance in de discussie brengen, ja, goed gesprek ook. Het lijkt nu wel een beetje alsof dat dan is dat scholen het niet willen, of dat zeggen ik heb er geen boodschap aan. Dus ik vraag me ook echt af waarom, ook in dit geval Bonaventura, dan geen toereikende voorlichting geeft. Ik weet niet of je dat dan ook weet. Nou, het is gewoon al verplicht sinds 2012, als ik me niet vergis, dus ze hebben al een hele tijd de tijd om het te organiseren. Nee, maar goed, ik denk dat niet nooit het woord homo valt op die school. Maar ja, kennelijk hebben ze het nog niet zo goed georganiseerd. Geen enkele middelbare school valt het woord in. Precies. Het populairste scheld. Ja, het kan ook zijn dat ze ook zelf die lacune in kennis hebben. Ja, dan zou ik zeggen, als gemeente en ook als COC kun je daar inspringen. Maar kijk vooral om het samen te doen en begin niet meteen met de vuist die kant op. Het lijkt me toch onwaarschijnlijk, Josine, als er op het hele Bona niemand is met kennis van het feit dat er iemand potentieel homo zou kunnen zijn. Doorgaans is een docentenkorps gewoon een prima doorsnede van de maatschappij. Dus dikke kans dat er gewoon ook homo's werken op het Bona. Ja, maar voorlichting is natuurlijk niet alleen maar door ergens mensen te hebben werken die homo zijn. Daar komen natuurlijk nog meer dingen bij kijken. Oh, daar begint het. Het is des te opmerkelijker dat zo'n school daar al geen aandacht verder aan besteedt, wat mij betreft. Toen ik van de Bona afging in 2009, toen was er in die 6 jaar geen aandacht aan besteed. Nou, sindsdien dus ook nog niet. Niet direct met de vuist op tafel slaan. Het is sinds 2012 inderdaad verplicht. We hebben al heel lang niet met de vuist op tafel geslagen, volgens mij. Althans, hè, als gemeente, want ik wil het ook wel even op COC opnemen. Hun dagtaak bestaat er bijna uit om voorlichting te geven op scholen. Op middelbare scholen met name, maar ook op het basisonderwijs. En niet alleen in Leiden, maar in de hele regio. Dus zij verdienen juist een compliment en extra steun op het moment als scholen daar niet aan mee willen werken. GroenLinks is nou niet de grootste voorstander van boetes over het algemeen. Maar je kan als gemeente scholen boeten op het moment dat zij spijbelen niet registreren en daar niet goed mee omgaan. Nou, dat zou in dit geval wat mij betreft ook een last resort kunnen zijn. Hè? Dus als scholen echt weigeren mee te werken en structureel geen verbetering aantonen, dan mogen ze dat ook best wel even voelen. Het werkgebied van het COC Leiden is groter dan alleen de stad, maar Bona kennen we dan als voorbeeld uit de stad. Vanuit het COC kennen we ook een werknemer van het Bona. Ja, je kan je dus heel alleen voelen, ook al werk je op zo'n school. Hè. Dan wil nog niet zeggen dat je het dan voor elkaar krijgt. De VVD. Ja, ik zou graag nog even terug willen gaan naar de stelling, want de vraag was of de gemeente dan zou moeten ingrijpen. Nou ja, daar hebben we gewoon een landelijk instituut voor en dat is de onderwijsinspectie. Dus de onderwijsinspectie zou moeten ingrijpen bij scholen die zich hier niet aan houden. We hebben een heel mooi kerncurriculum waar die doelen in zijn opgenomen. Alle scholen moeten daarop onderwijs geven.
Ja, en als je daar niet aan houdt, dan moet je als schoolgang door die onderwijsinspectie worden bestraft. En om het nog steviger te stellen, hebben we als VVD landelijk een motie ook ingediend om die doelen nog scherper op papier te zetten, zodat onderwijzers beter weten waar ze het over hebben. En de onderwijsinspectie nog makkelijker kan ingrijpen bij scholen die zich daar niet aan houden. Bestraffen. Straffen. Maar niet als zitten. Nee, de inspectie gaat daar langs en die controleert daarop. En als ze het dan niet goed doen, dan worden ze gestraft. Als je gewoon niet aan de wet houdt, klaar. Ja, klaar. Ik wil er nog een beetje op reageren. Het is wel heel gek dat er hier zo'n uitzondering over gemaakt zou kunnen worden. En als een school bijvoorbeeld geen Nederlands zou geven of geen wiskunde zou geven, ja, dan is het voor iedereen gelijk duidelijk. En dit geeft alweer aan dat het nog steeds niet normaal is. En zo'n Bonaventure, die houdt dat in stand. Die houdt het gewoon in stand. Die houdt het actief in stand dat het niet normaal wordt gezien. En daar moeten we heel hard tegen reageren, ook als gemeente. Pries. De SP. Ja, nou, ik denk ook dat als de gemeente en de gemeenteraad en iedereen in Leiden dat nog eens even heel goed zegt tegen die school, dat ze daar toch wel van gaan schrikken. Want de Bonaventure wil natuurlijk volgend jaar ook weer leerlingen hebben. Dus ik denk, als je daar heel veel aandacht aan gaat besteden, dan komen ze wel terug op die houding. Dat is mijn inschatting zo, hoor. We gaan het zien, want er gaat vast iets gebeuren na vanavond. Het is misschien ook wel een mooie taak dan voor die wethouder inclusiviteit om in het geval van scholen die in gebreken blijven hier dan ook echt met die scholen te gaan praten. Misschien voordat de inspectie door de show van de binnenrijd. Het is misschien wel makkelijk om te weten dat er gewoon eerst even een goede waarschuwing wordt uitgekeerd. Eerst maar eens een 11 oktober de regenboogvlag hijsen. Ja, dat is toch het belangrijkste ook dat je wil uitstralen. Ik denk ook dat het BONA niet, dat het helemaal niet het doel is van het BONA om uit te stralen dat ze tegen homo's zijn of dat ze dat allemaal niet willen. Kennelijk gaat daar iets mis. En daar moet met die mensen over gepraat worden om te voorkomen dat mis blijft gaan. Dat is belangrijk. Het is ook goed. Het is ook goed voor die kinderen. Het is ook goed. Ik weet dat er nu bij ons op school bijvoorbeeld ook bij de seksuele voorlichting ook aandacht wordt besteed aan dat homo's ook seks hebben en hoe dat dan anders is. En dat is natuurlijk, ja, maar dat in mijn tijd bestond seksuele voorlichting sowieso alleen maar uit intimidatie. Want je wordt ziek of je wordt zwanger. Ik ben al lang blij dat seksuele voorlichting op scholen nu ook echt gaat over de gevoelens die je erbij kan hebben, hoe ingewikkeld die kunnen zijn. En ook hoe lekker het kan zijn als je het goed doet en met een goede persoon en met een goede veiligheid. En ik denk dat ook zeker nu je ziet dat kinderen steeds jonger ook seksueel actief worden en ook op platforms zoals Grindr nu ook aan de slag gaan. Ik denk dat het heel belangrijk is dat scholen gaan voorlichten. En ik denk ook dat we misschien niet te lang moeten blijven hangen op het verkeerde voorbeeld van de corona, maar ook moeten gaan kijken naar hoe goed het is dat heel veel scholen daar ontzettend goed werk doen. En dat het vooral ook dankzij het CMC op deze manier geregeld wordt. Want dat is natuurlijk ook waar. Op heel veel scholen gaat het heel goed met die voorlichting en pakken ook voor een deel zelf die rol. Ik denk dat we wel duidelijk hebben dat jullie een grote eensgezindheid hebben, wel in verschillende gradaties en de manier van aanpak. Maar tijd voor de volgende stelling, alleen. Yes, en van de scholen gaan we naar de verpleegende verzorgingshuizen, naar de roze ouderen. Want roze ouderen die zorg nodig hebben, gaan vaak terug de kast in. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Verpleeg- en verzorgingshuizen zouden zich bewust moeten worden van de diversiteit van ouderen. En de gemeente moet zich daarom samen met de huizen inspannen om alle verpleeg- en verzorgingshuizen een roze loper te geven. Een keurmerk voor inclusieve zorg. Wat vinden jullie daarvan? Ik begin bij Maarten. Ja, dat klinkt heel mooi. Ouderen die weer de kast terug ingaan, dat lijkt me een zorginstelling niet zo handig. Misschien wel handig voor het personeel, dat weet ik. Ik vind het een raar probleem. Natuurlijk moet je daar allerlei voorwaarden voor scheppen dat niet nodig is. Je moet dat koesteren. Ik vrees dat het heel moeilijk is om dat van bovenaf op te leggen, maar je moet inderdaad in het personeelsbeleid daar heel veel aandacht aan besteden. Omdat het verzorgende personeel er waarschijnlijk niet zo ontzettend gewend aan is om daarmee om te gaan. Dus inderdaad een heel groot aandachtspunt. Kan de gemeente daar wat aan doen, Maarten? Of de gemeente wat er kan doen? Ja, met die door mij voorgestelde gelukswethouder, dus onze welzijnswethouder. Ja, nee, daar kan je op lachen. Maar, daar valt van alles onder. Er valt sport ook onder, dus niet alleen maar LHBTI. Er vallen verschillende sectoren onder, maar ik vind dat wel een specialisatie om daar die welzijnskant te laten ontwikkelen door een wethouder. Nou, Paul Dix zou dat uitstekend kunnen doen. Paul, jij misschien? Esmin, ja. Waar je aan toe te voegen?
Nou ja, we hebben in 2013 gekregen het Huis op de Waard verzorgingshuis. Die kregen als eerste Leidse verzorgingshuis een roze loper. Die van de roze loper, die kreeg ze dan erbij. Dat laat zien dat je open staat voor diversiteit en dat je inclusief bent en dat je LHBTI dus ook in verzorgingshuis een goede plek geeft. Ik ben in de veronderstelling dat zij die momenteel niet meer hebben. In ieder geval geen enkel ander verzorgingshuis heeft die nog in Leiden. Dus dat zou een heel mooi streven zijn, omdat daar als gemeente op aan te sturen, het COC kan daar heel goed bij helpen. Die kan verzorgingshuis goede tips geven en advies geven over hoe ze er nou voor zorgen dat ze inclusief zijn. Er is ook de stichting De Roze Loper, die kunnen daar ook goed bij helpen. En de gemeente die mag dat van mij van harte ondersteunen, dat lijkt me een heel goed plan. Voorlichting geven. Susanna, wat vind jij ervan? Ja, ik geloof dat er denk ik hier niemand aan tafel is die gaat zeggen dat hij of zij vindt dat als je oud bent, dat je dan alleen moet sterven terwijl in de kamer naast je geliefde zit te doen alsof het niet je geliefde is. Zo werkt het niet. Dus ik denk dat we allemaal ervoor zijn dat mensen gewoon bij hun partner kunnen blijven, ook in een verzorgingshuis. En ja, dan moet echt, als dat in Leiden niet goed geregeld is, dan moet dat echt op korte termijn zo snel mogelijk, zo goed mogelijk geregeld worden. Hij is, Rolla, zie jij ook overal roze lopers bij verzorgingshuizen? Ja, natuurlijk. Nee, dus wat Susanne al zei, zou het een verschrikking zijn dat je hele leven met iemand doorbrengt en dat er op laatst gewoon niet meer kan. Of dat je na een hele lange worsteling eindelijk uit de kast bent gekomen en na 30 jaar weer terug moet. Dat is natuurlijk verschrikkelijk, dat willen we niet. Ik weet ook dat de gemeente wel eens benaderd is voor een groep homoseksuele mannen die graag zoiets zouden willen oprichten voor zichzelf. En ik vind dat de gemeente daar dan ook gewoon met die mensen met open armen moet ontvangen en kijken of ze ergens een locatie hebben of ze kunnen helpen. Ik denk dat zou dan een extra stap kunnen zijn wat je als gemeente zelf nog kunnen doen. Maar goed, dat geldt natuurlijk ook als mensen uit Indonesië graag bij elkaar willen wonen op een oude dag. Ik denk dat je daar dan als gemeente gewoon bij moet helpen. Lies, hoe zie jij dat voor je? Ja, heel eens met wat hiervoor al gezegd is, maar dat geeft me weer eens een keer aan van dat het blijkbaar toch niet zo vanzelfsprekend is. Dat zodra je heel je leven openlijk homo of lesbienne bent geweest en je komt daar terecht en opeens, dan zitten we midden in een hetero omgeving. Het is belachelijk natuurlijk, is er ineens dat het zo was. Dus ik vind het, nee, dat vind ik werkelijk absurd en daar moeten we zeker als gemeente wat aan doen. Wat zou je dan doen? Hoe zou je dat doen? Hoe zou ik dat doen? Nou, dat is ook weer, kom je toch weer van, ik ben toch heel erg van de voorlichting en van het gaan praten met verzorgingshuizen en met allerlei ook zorginstanties. Je kan, als de gemeente bijvoorbeeld zelf zorg inkoopt, dan kan de gemeente dat bijvoorbeeld ook als voorwaarde stellen. Hè? Dat je ook woonvormen aanbiedt van allerlei groepen. En dan ben ik met Gijs eens, het gaat niet alleen om homo's en lesbiennes, maar ook om mensen bijvoorbeeld die uit een andere cultuur komen en die dan niet stampen met andijvie hoeven te eten, maar die gewoon lekker rijst of zo, vottie kunnen eten. Want dat is ook vaak in heel veel verzorgingshuizen nog helemaal niet goed geregeld. Erwin, heb jij er wat aan toe te voegen? Ja, ik vind dat hier die roze ook een heel aardig idee. Ik denk dat we als gemeente best wel eens kunnen vragen bij de verzorgingshuizen van waarom heb je nog geen roze loper? Leg dat eens uit, waar heb je problemen mee, waar kunnen we helpen? Ik denk dat dat een goede manier is om het aan te pakken. Want weer terug de kast, dat lijkt me nog veel moeilijker dan uit de kast komen als ik hier ben. Dus dat moeten we zeker stimuleren. Ja, niet dat ik de kast terugkrijg, dat is een stapje. Josine, pleit je ook voor meer personeel van het ligt er ook aan of dat nou echt het personeel per se is waarom die mensen weer terug gaan naar de kast. Hè? Ik hoor ook dat ook andere bewoners zijn die daar mensen weer zitten te pesten. Dus die voorlichting zou dan ook aan hen moeten zijn. En wat we ook in onze tehuizen hebben, ook Huis op de Waard, is een welzijnswerker die dan evenementen organiseert en met groepen vrijwilligers langs verschillende huiskamers gaat. Dus dan zouden we daar een programma kunnen instellen. Zoiets dat zou ik dan voor me zien. Maar het gaat ook hier om een mentaliteitsverandering. En dat soort dingen, dat gaat helaas altijd heel langzaam. En met goede voorlichting. Alice, hè?
Ja, om in te haken op het roze lopercertificaat verklet en niet doen alsof zo'n kenmerk zaligmakend is. Ik bedoel, je kunt zo'n stempel hebben op zo'n verzorgingshuis, maar dat betekent niet dat eentje die het niet heeft, niet ook inclusief beleid kan voeren. Maar als wij signalen krijgen in de gemeente dat er verzorgingshuizen zijn waar mensen die daar op een oude dag komen ineens niet meer zichzelf kunnen zijn, dan denk ik dat dat de perfecte gelegenheid is om te zeggen van, hey, kijk, ben je op de hoogte van het feit dat jullie dit in dit verzorgingshuis zouden kunnen doen, dan krijg je meer begeleiding erin en dan kan je ervoor zorgen dat het ook daar inclusief wordt. Maar je moet niet doen alsof puur die stempel dat dan juist verzorgingshuis is. Susanna, jij wilde reageren? Ja, op de gedachte dat andere bewoners misschien een probleem zouden kunnen vormen, dat is natuurlijk heel erg. Maar dat is misschien juist een idee, juist een reden om wel met zo'n keurmerk te gaan, met zo'n roze loper. Omdat dat betekent dus, als jij ervoor kiest om in zo'n verzorgingshuis te wonen, dan kies jij er ook voor om in een verzorgingshuis te wonen waar misschien huisgenoten van je homo zijn en daar gewoon openlijk voor uitkomen. Als je daar echt heel veel moeite mee hebt, dan moet je daar niet gaan wonen. Maar als ik daar op mag reageren, kijk, het moet sowieso standaard zijn dat jij met iedereen van wat voor geaardheid of voorkeur, daar moet je gewoon mee kunnen wonen en daar heb je geen stempel. Ja, dat lijkt me ook, maar als het inderdaad een probleem is, dan kan je in elk geval op die manier tegen mensen zeggen, luister, dit hier, voor deze gedachte is hier sowieso geen plek. Maar in Nederland is daar überhaupt geen plek. Ik denk dat iedereen daarmee eens is, maar waarom gaat is dat het op dit moment niet zo is. Er zijn op dit moment gewoon problemen. Op dit moment kunnen twee mannen niet zomaar hand in hand op straat lopen. Ja, je kan het wel doen, maar je weet nooit wat er gebeurt. Ik doe het niet. Misschien best wel slecht soms om te herkennen, maar ik doe het niet. Bewust, want er is geen zin in mijn gedoe. Maar dat betekent dus dat je er wel eens aan moet doen, want in de praktijk werkt het niet. Dus als het in de praktijk niet werkt dat verzorgingshuis daar aandacht aan steekt, dan zou het voor zo'n lintje juist een goed idee zijn. En dan gaat het inderdaad, zoals mijn buurvrouw zegt, dan weten andere mensen, als ze daar naartoe gaan, dat er homo's en lesbiennes kunnen wonen. Punt. Nou ja, de VVD brengt nu het roze loper ook terug tot een keurmerk, maar het is echt veel meer dan wat. Hè? Eigenlijk is dat het blije diploma op het eind, maar dat getuigt ervan dat je heel veel cursussen hebt gedaan, bijvoorbeeld in dat je weet hoe je op die manier een goed inclusief klimaat creëert in een verzorgingshuis. En daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Dus ik denk dat is wel degelijk de moeite waard is om daarin te investeren. En volgens mij een concrete manier om dat te kunnen doen zou volgens mij zijn door de komende periode hier ook via de sociale wijkteams bijvoorbeeld daar cursussen in te geven. Afgelopen jaren hebben die ingericht, dat zijn de zorgteams in de wijken, de afgelopen jaren hebben die opgetuigd, omdat de gemeente verantwoordelijk is geworden voor de zorg. Maar nu staan ze er echt. Nu is het tijd voor een volgende stap. En daar zou dit volgens mij een heel goed onderdeel in kunnen zijn. Ja, dat denken wij ook. En ik vind inderdaad de cursussen aan sociale werkteams heel goed. En ik ben niet zo heel erg van de keurmerken, want ik zie toch in de praktijk dat dat vaak helemaal niet werkt. Dan wordt het weer zo'n hele formele toestand. Dan moeten we allemaal papierwerk voor verricht worden. Nou, dat geloof ik helemaal niet in. Wat ik wel, waar ik wel in geloof, dat is bijvoorbeeld die open dag van die school. Dat je bijvoorbeeld wel als zorginstelling of verzorgingshuis dat heel duidelijk uitdraagt. Van nou, jullie zijn welkom. Iedereen is hier welkom. En dan kan zeker de gemeente ook door middel van cursussen en door te praten daar een grote bijdrage aan leveren. Ja, ik vind dat zorgcentra en andere centra waar 50-plussers of senioren wonen, al dan niet in een zorginstelling, dat zijn een soort mini-maatschappijtjes. Nu heeft de gemeente Leiden nu een eerste stap gezet naar de seniorenmakelaar, oftewel de wooncoach. Je kunt je voorstellen dat als mensen in de knel komen zitten in een mini-maatschappijtje dat, nou laat ik zeggen, vijandig is naar LHBT-mensen toe, dat kan. Dan moet je ervan uitgaan dat het een illusie is dat je mensen op een leeftijd van 70, 80 jaar nog zou kunnen omscholen, omvormen naar LHBT-vriendelijk. Dat is waarschijnlijk een illusie. Je zou er op een gegeven moment met die wooncoach die eraan zit te komen in de gemeente Leiden, te over moeten gaan om mensen die problematiek hebben, om die over te plaatsen naar een ander huis. Je krijgt dan misschien wel een soort van clustering van LHBTI, je krijgt een soort homo-homes, dus een beetje belachelijk woord natuurlijk. Maar je zou je kunnen voorstellen dat je dat kunt faciliteren. Je dus als gemeente met die wooncoach een soort oliemannetje bent. Maarten, ik heb even een verhelderende vraag aan Maarten. Bedoel je nou dat we de LHBTI'ers in een apart huis gaan zetten of de LHBTI-haters? Nee. Wat een wooncoach gaat doen in Leiden is
senioren, 50-plussers, die kleiner willen wonen, anders willen wonen in een andere omgeving met meer voorzieningen, daarin te helpen, te faciliteren. Datzelfde zou je kunnen doen vanuit dat minimaatschappijtje in zo'n verzorgingshuis. Als daar een probleemsituatie is die moeilijk oplosbaar is, en ik schetste net al, het zal waarschijnlijk in een aantal gevallen moeilijk oplosbaar zijn om mensen die leeftijd zijn nog te gaan opvoeden, zeg maar. Dan zou je een situatie kunnen voorstellen dat je mensen of naar een andere afdeling plaatst, of naar een ander huis. Welke afdeling? Ja, de homo's of juist de andere? Ja, of de waters? Het zou eventueel nog eens, ja, het zou heel gek zijn om een apart LHBTI-seniorenhuis te maken, maar dat is wel heel apart. Nee, ik vind het echt niks. Als je zegt het is een minimaatschappijtje, dan is het dus een inclusief minimaatschappijtje. Ja. En ik ben het met je eens dat de mensen die nu op de middelbare school zitten misschien heel anders tegenover LHBTI'ers staan dan 70-plussers. Maar om dan maar te denken van, ja goed, die zijn 70-plus, laten we deze generatie op natuurlijk verloop over laten gaan. Daar ben ik er ook niet helemaal voor. Dus, dat zeg ik niet, hè. Ik zeg alleen dat de illusie is dat mensen nog... Zodanig kunnen worden opgevoed dat mensen die dreigen die roze kast erin te gaan, dat die dan goed begeleid kunnen worden. Ik denk dat het een illusie is dat je die mensen daarmee helpt. Je moet inderdaad proberen, ook van bovenaf, in zo'n tehuis en met het personeel situatie goed bekijken. En in het uiterste geval zou je met zo'n wooncoach iemand naar een ander huis moeten overbrengen. Maar ik denk dat het echt een... Nou, ik zou het echt een ontluisterende gedachte vinden, echt waar, als we tegen LHBTI'ers in een verzorgingshuis moeten zeggen, mensen hebben moeite met jou, ga jij maar op een andere verdieping zitten. Ze zeggen het zelf, nee, ik ga ervan uit dat mensen zelf het signaal geven. Natuurlijk niet, het draait de zaak om. Als ik een verzorgingshuis had, die zelf in de situatie zitten die problematisch is en het personeel kan er geen oplossing voor vinden, dan zal je daar misschien met een wooncoach in kunnen helpen, faciliteren heet dat. Maar wie faciliteer je dan? Dat probeer ik nou de hele tijd boven water te krijgen. Faciliteer je nou de LHBTI'er in het verzorgingshuis? Of faciliteer je nou degene die moeite heeft met een LHBTI'er? Nee, de LHBTI'er faciliteer. Die zit in de knel. Zo'n omgeving zal niet makkelijk kunnen worden heropgevoed. Dat zal dan blijken. En dan is zo'n wooncoach die de gemeente Leiden gaat instellen... uitstekend in staat om die woonsituatie door te lichten en daar een oplossing voor te vinden. Maar zo'n zorginstelling heeft toch ook een verantwoordelijkheid ten aanzien van die LHBTI'ers die daar wonen? Ja, maar goed, je kunt het ijzer niet... handen breken. Hij is helaas, hij laat er op zijn homo-afdeling wonen. Nee, ik wil later gewoon thuis met mijn man wonen. als ik daar terecht zou komen, ja, ik zou het... Ik zou gewoon daar willen wonen en ik ben gewoon één van de mensen die daar woont. En zo wil ik graag dat ze met mij omgaan. En als mensen dat problemen hebben, dan ben ik niet degene die dat probleem dan heeft met die anderen. Dus voor mij zou het ook echt onacceptabel zijn om een groep mensen die zeg maar zo tegen homo's aankijken, om dat maar acceptabel te vinden, dat je daar niks meer aan doet. Dat je hun eigenlijk opgeeft en dat je gewoon tegen die mensen zegt, jullie mogen blijven haten. Dat kan natuurlijk niet, inderdaad. Dat is echt gewoon... Maar je geeft het niet op, je chargeert de situatie. Ik probeer mensen te helpen die op een gegeven moment in de knel komen. Waar het personeel en de directie nou ook geen uitweg meer weten. En we hebben een wooncoach, die komt eraan. En die kan dat te stroomlijnen en te faciliteren. Dat is hartstikke goed, het oliemannetje dus. Hè? En dat is niet dat je die mensen in die kou laat staan tegen. Die mensen geven een signaal, we komen er niet meer uit. En dan kan je misschien wat doen. Maar mensen die moeite hebben met LHBTI'ers in hun omgeving, die hebben niet een probleem, die zijn een probleem. En die moeten als zodanig aangepakt worden. Nee, maar je kan wel, het magische woord voorlichting is al zeker 2 minuten niet meer gevallen. Dus het wordt misschien wel eens tijd. Voorlichting. Blijf voorlichten, ook 70-plussers. Op die leeftijd. Kijk, op die leeftijd lukt dat misschien niet meer, maar die mensen kunnen zich wel gewoon normaal gedragen natuurlijk. Je kan wel alles denken, die vrijheid heb je natuurlijk ook wel. Hè, maar als je daarmee iemand anders tot last bent, dan gedraag je gewoon niet. Je moet je wel gewoon gedragen. Heel simpel. SP wil ook wat zeggen? Ik zou me kunnen voorstellen dat ook de andere groep van het COC ook een rol daarin speelt, ook op het gebied van voorlichting. Ja, volgens mij heeft de oudere groep van het COC dat ook altijd gedaan. Ik heb me een beetje afzijdig gehouden in dit debat, omdat ik het natuurlijk helemaal eens ben met wat D66 en de PvdA zeggen over dat het natuurlijk gaat om dat iedereen daar op zijn plek moet kunnen voelen. Maar ik heb wel een beetje het idee dat deze twee partijen bewust
Maartens woorden verkeerd aan het interpreteren zijn. En dat vind ik wel een beetje lullig en ook niet heel erg constructief. En daar ga ik het probleem ook niet mee oplossen. Nou, ik bedoel, want als je niet zo mee zou willen praten, want dat heb je net al heel vaak voorgekregen. Als ik even mijn punt af mag maken. Volgens mij drukt Maarten zich heel onhandig uit af en toe. Maar probeert hij te zeggen wat er een paar jaar terug ook bij het Huis op de Waard was. Een roze vleugel. Dat op zich, als mensen uit zichzelf aangeven dat ze dat graag willen en als oplossing zien. Volgens mij bedoelde hij dat. Dan zouden we moeten kunnen. Dan zouden we verzorgingstehuizen daaraan mee moeten werken. En als Maarten dat bedoelde, dan moet daar volgens mij alle ruimte voor zijn. En tuurlijk moet tegelijkertijd LHBTI-haat... Of je nou met pensioen bent of niet, dan moet de kop ingedrukt worden en daar moeten we hard tegen strijden. Maar om bij de herhaling bewust de woorden verkeerd te interpreteren, ik ben ervan. Ja, sorry, maar dan neem ik dus wel aan zo, Daan, Ashley. Ik probeer helemaal niks verkeerd te interpreteren. Ik heb 3-4 keer geprobeerd een antwoord te krijgen op een vraag en dat heb ik gewoon niet gekregen. En als jij dat interpreteert als dat ik iets bewust verkeerd probeer te interpreteren, dan ben jij bewust verkeerd. Nou ja, ik had ook wel hetzelfde gevoel als Ashley, maar dat maakt niet uit. Het gaat er niet om, kijk, als je nou die mensen... Die roze vleugel in een huis op te waarden. Als dat op een gegeven moment in een bepaald huis niet kan, dat iemand echt in de knel zit, dan moet je iets doen. En natuurlijk moet je voorlichting blijven geven en natuurlijk moet je die andere mensen proberen tot orde te roepen. Maar ik schets alleen maar de realiteit. Je moet de realiteit in de gaten houden. Het zal gewoon niet altijd zo gaan. En dan zeg ik, dan is die wooncoach een uitstekend middel om mensen dan eventueel te begeleiden, te faciliteren naar een andere woonsituatie. Het is geen kwestie van in de steek laten. Ivo weet dat zeker waarschijnlijk, maar ik geloof dat Huis op de Waard weer bezig is met die roze loper, hè? Dat klopt, COC en Huis op de Waard zijn daar druk mee bezig. Als het dus binnenkort een activiteit het begin daarvan is. Dus dat komt weer op gang in ieder geval. Nou, van die roze loper naar ja, die veelkleurige loper die we in de stad uitrollen af en toe, het regenbogen zebrapad. Het is geloof ik nu net weer maar in ieder geval half verdwenen omdat de tweede binnenveststraat opnieuw bestraat is. Ja, is dat nou een goed idee? Het lokt natuurlijk ook wel. Onwelgevallige reacties op hebben we gezien op de nieuwe beestenmarkt waar die besmeurd werd. Ries maar even als eerste. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, in eerste instantie had ik zoiets van wat een onzin, wat een symboolpolitiek. Maar zo'n zebra ligt er wel het hele jaar. En het feit dat die zebra besmeurd is, dat geeft het wel degelijk aan dat het iets klopt blijkbaar toch een vermoeden uit. Of het nou een grap was of niet, of een van de dialogische reacties uit. Dus nee, in eerste instantie moet ik er eigenlijk een beetje om lachen, vond het een beetje onzin. Maar vanwege het feit, als er toch heel duidelijk een paar van die zebra's liggen in de stad, dan word je er toch iedere keer weer aan herinnerd. Dus nee, wat SP betreft gewoon doen en doorgaan ermee. Wat betekent dat voor jou, Gijs, als er een regenboogzebrapad in de stad ligt? Ik vind het heel erg leuk. In Zoetermeer hebben ze het op een andere manier opgelost. Hebben ze een trap, hebben ze de zijkant beschilderd. En die is wat vandalismeproof volgens mij. Dus, maar ik vind het heel goed. En wat ik ook mooi vind is de locatie. Daar komen toch dagelijks 10.000 mensen langs. En ik vind het, wat ik al zei, dat de gemeente Leiden en de stad Leiden moet voorop lopen, moet een goede voorbeeld geven. En ik denk dat dit gewoon een onderdeel is van het hele pakket. Om te laten zien dat wij Leiden een stad zijn waar iedereen zichzelf kan zijn. En ik zou bijvoorbeeld ook... Dat kan op meerdere manieren. Wat ik zelf ook heel leuk zou vinden is dat bijvoorbeeld bij de gemeentehuizen niet alleen de Leidse vlag en de Nederlandse vlag gaan, maar bijvoorbeeld ook de regenboogvlag. En niet één dag in het jaar, maar gewoon altijd. En wat we laten zien wat de identiteit van deze stad is, en de identiteit van deze stad is dat iedereen daar kan zijn wie hij wil. Punt. Volgens mij heeft de contact politieagent op zijn kamer op het politiebureau die regenboogvlag het hele jaar doorhangen. Ja, nou ja, regenboog-zebrapaden. Volgens mij heeft de bekladding van dat zebrapad aangetoond dat het heel goed is dat zo'n pad er is. En dat het echt belangrijk is dat je het zichtbaar maakt dat ook Leiden een stad is waar LHBTI wonen. En dat dat gewoon kan. En ik denk dat die zichtbaarheid daar begint. En dat kan via zo'n zebrapad. Dat is een mooi klein symbool om dat te laten zien. Ik denk dat dat heel goed is. En ik hoop dat het zo snel mogelijk weer terug is naar de bouwwerkzaamheden. Ja, want het bekladden was natuurlijk een hele foute studentengrap, maar het was wel uitgebreid uitgerekend dat zebrapad dat beklad werd. Precies. Ja, zeker. Ja. Ik denk dat zowel zebrapaden als het vlaggen van de regenboogvlag dat de Leidse Universiteit laatst ook heeft gedaan, wel echt bijdraagt aan laten zien dat we LHBTI hier steunen. En dat soort initiatieven denk ik dat we er altijd achter moeten blijven.
blijven staan. Maar ja, het blijft wel een mooi symbool. Dus daarnaast moeten we wel nog steeds mensen die de regels overtreden gewoon ja, bestraffen wanneer ze dat doen. Het is niet alleen maar vlaggen wat helpt. Maarten? Ik ben sterk voor de Gebra-paden. Niet één, niet twee, maar op verschillende plaatsen. Partij Sleutelstad heeft in zijn verkeersplan ook weer de knipperbol heringevoerd. Die kennen jullie misschien nog wel. De wat? De knipperbol. Jij kent hem niet, want je bent te jong. De knipperbol is vroeger een bol op een paal die knipperde zodat je van verre dus de, als automobilist een zebrapad zag aankomen. Als we nou die knipperbol weer invoeren, dan rijd je niet te hard op een zebrapad, dan ook niet op een gebrapad af. En een roze knipperbol zou dus voor de gebrapaden moeten zijn. Ik ben blij dat ik nu te jong ben, net begon senior al bij 50. Partij voor Utrecht. Ja, zoals iedereen hier is, de gebrapad natuurlijk gewoon een goed idee. Ja, dat roze knipper ding, ja, ik heb het wel uit oude films, moet ik eerlijk gezegd zeggen. Dat is misschien ook wel eens goed. Kind met een badwater weggegooid. Maar dat maakt de stad in ieder geval ook wel een stukje kleuriger. Ik denk inderdaad dat dat een goede vorm van zichtbaarheid is. En dan kan ook wel een standbeeld naast van twee zoende vrouwen bijvoorbeeld, of iets dergelijks, weet je. Om dat eventjes een beetje gewoon duidelijker te maken. Ja, dat is gewoon onderdeel van onze maatschappij, is onderdeel van gewoon normaal natuurlijk gedrag. Je ziet het nu ook weer, hè, met die reclamecampagne voor Suitable, twee zoenende mannen worden afgeplakt. Ja, ja, als JC de Co nou ballen zou hebben, zou ik maar zeggen, dan zouden ze die posters net zo lang laten hangen, hè, tot er niet meer iets afgeplakt wordt, tot er één week niets meer afgeplakt is, geen in elkaar geslagen is. Gewoon die dingen laten hangen en wachten tot niemand daar meer aanstoot aan heeft. Josine, wat wordt de regenboogvlaggen op de fractiekamer van het CDA? Die zijn van de vlaggen, toch? Ja, ja, wel. Goed, volgende gemeenteraadsvergadering voegen we de regenboogvlag eraan toe. Nee, we hebben alleen nog maar Joost Hoofd in onze fractiekamer, helaas. Ja, ik denk ook dat dat een goede initiatieven zijn. Dat je toch ook telkens loop je langs wat aan herinnert. En ook, waar is er al even over gehad, die negatieve reacties die het oplevert. Ook dat soort incidenten zetten ons aan het denken, wakken een maatschappelijke discussie aan. En hoe vervelend dat ook is, dat heb je eigenlijk ook nodig in dit proces om die emancipatiebeweging helemaal volmaakt te krijgen, denk ik. Gijs Hommer. Ja, ik wilde alleen zeggen dat toen CDA een motie indiende voor de Leidse vlag, toen heb ik gepleit om die motie te verbreden naar de regenboogvlag van de Europese Unie en dat soort dingen. En daar waren jullie toen niet voor, dus ik ben op zich wel blij nu te horen dat jullie nu wel voor zijn. Super, top. Ik spreek er niet voor allemaal, maar we zijn begonnen met de Leidse vlag, laten we daarna de collectie uitbreiden. Ja, laten we dat doen. We moeten ook een beetje op de tijd gaan letten, want ik geloof dat we over een half uur echt weg moeten. Hè? Weg moeten zijn zelfs. En we hebben hier nog iets moois op de grond staan waar we iets mee moeten. Ivan, moet ik jou naar voren vragen of hoe gaan we dat doen? Ik dacht dat er misschien toch nog wel ruimte is voor vragen. Ja, toch nog wel? Maar moet ik dan over de stoeltjes daarin klimmen? Ik ga de vraag uit de zaal. Ja, ik kan dat nog wel als 50-plusser. Zijn er vragen uit de zaal? Steek dan even je hand op dat ik dat ook kan zien. Ik kom wel even naar je toe, want het is wat makkelijker dan zonder microfoon, denk ik, in zo'n grote ruimte. Het is theater, dus het zou zo. Ja, we hebben het natuurlijk over ouderen en zorg, maar het enige wat ik gehoord heb is eigenlijk over homo's en ouderen. En transgender ouderen bestaan natuurlijk ook. En ik heb daar eigenlijk nog niks over gehoord. En dat is natuurlijk meer dan alleen, kijk, we accepteren iemand. Er moet ook niet een vorm van komen waar hoe er met transgenders om moet gaan worden. Vooral juist in de zorg. Dus wat denk je hier? Ja, dus ik even gelijk corrigeren. Ik denk het ook zeker. Ik denk dat eigenlijk we uit gemak en ook wat Ries met jou zei, het hele alfabet opnoemen. Dat we natuurlijk gewoon die inclusiviteit voor het hele begrip gebruiken. Dus ook zeker voor jouw punt. Zeker. Is dat voldoende voor jou? Of wil je zo echt benoemd worden? Want het is misschien ook wel makkelijk om te zeggen, we doen alleen die homo. Ja, want, nou ja. Ik denk dat je ook bedoelt dat transgender ouderen, dat daar ook bijvoorbeeld speciale medische faciliteiten nog voor moeten zijn. Ja, dat hoort natuurlijk zeker bij de voorlichting aan die verzorgingshuizen. Dat je niet
een transgender ouderen is niet een, laten we zeggen, een reguliere ouderen met meer pillen. Dat is iemand waar speciaal zorg aan besteed moet worden. En dat moet zeker meegenomen in de voorlichting. Ik mag hopen ook dat als mensen nu geschoold worden, dus als je nu HBOV doet of een verplegingsopleiding, dat je dit soort dingen dan ook leert. Maar de mensen die opleiding al hebben afgerond en misschien al 20 jaar in de verpleging werken, die weten dit soort dingen misschien nog niet. Dus die moeten dat wel leren. Maar ik denk ook dat daar wel een leerbereidheid zit bij die mensen. Dus dat hoop ik wel. Is dat onderdeel van die roze loper? Weet iemand dat? Ja? Wordt ja geknikt vanuit het CMSD. Nog meer vragen uit de zaal? Want anders dan ga ik de microfoon zo meteen aan Ivo of Jan Thijs geven. Aan Ivo geven. Want er staat er... Yo, ik heb hier toch nog één nabrander. Ik hou mezelf vast als je het goed vindt. Ja, is goed. In het kader van het inkopen van zorg en concrete activiteiten vanuit de gemeente, is er nagedacht over in de jeugdzorgteams om daar speciaal mensen aan te wijzen die in één van de letters gespecialiseerd zijn, ook vanuit de jeugdzorgteams? Dat is het punt dat ik net probeerde te maken. Daar is de afgelopen 3 jaar, wij moeten de gemeente is pas 3 jaar verantwoordelijk ook voor jeugdhulp, is daar niet specifiek op gelet. Maar ik denk dat het heel goed zou zijn als we dat in de komende 4 jaar wel gaan doen. Jeugdhulp is nu in wat rustiger vaarwater aan het komen. Er zijn echt nog heel veel uitdagingen, maar het wordt wel steeds duidelijker wat we kunnen als gemeente. En volgens mij zou het heel mooi zijn, zowel in de jeugdhulp, maar ook in de sociale wijkteams, voor de ouderenzorg bijvoorbeeld, om dat erin op te nemen. Dat in ieder geval binnen die teams er altijd iemand is die gespecialiseerd is in deze zorg en daar echt goed mee uit de voeten kan en een goede hulp kan leveren. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het debatgedeelte. Ik denk dat we wel één stemadvies kunnen geven. Stem niet op een partij die zometeen niet dat regenboogakkoord gaat ondertekenen. Maar dat is wel een hele makkelijke. Want dat gaan ze volgens mij allemaal doen, Ivo. Twee partijen hebben nog niet toegezegd, maar ik vermoed dat die er straks ook gewoon onder staan. Het enige is natuurlijk, zoals dat altijd gaat bij dit soort dingen, mag ik jouw pen hebben, want anders heb ik helemaal niks om mee te schrijven. Ik ben echt een zwarte stift en die anderen zijn whiteboard markers, dus dat is twee keer zo. Eerst een zwarte stift. Dat is een whiteboard marker. Het Leidse Regenboog Stembusakkoord 2018. Het is opgesteld door COC Landelijk met de wijzigingen voor het Leidse deel. Zoals dat gaat vanuit COC Landelijk is het een dikke pil aan tekst geworden. Dus ik zal hem niet voorlezen voor jullie, want dan zit ik hier nog een uur, denk ik. Maar het zijn eigenlijk wel de dingen die we besproken hebben de afgelopen avond. Inclusief beleid voeren, veiligheid bevorderen, LHBTI jongeren ondersteunen, kwetsbare groepen ondersteunen en zichtbaar bevorderen. En zal ik beginnen bij D66 als hoofdpartij? Is dat voorlichting? Ja, voorlichting is goed. Zo. Ja, even een beetje ruimte. Zodat je ook een afdeling in de groep was. Ik geloof dat we er allemaal onder staan.
er is nog ruimte voor de ChristenUnie, die staat er nu op, omdat we vergaderingen dat zij niet wilden komen, omdat ze niet bij het debat wilden zijn, maar dat blijkt dus een fout zijn. Dus we gaan het zeker vragen of ze er ook onder willen. En ja, ik vraag me eigenlijk wel af, als het nou voor 4 jaar niet allemaal geregeld is, wat dan? Ik zou in ieder geval willen om te applaudisseren voor deze groep mensen die. Uitnodigen om dadelijk het eerste biertje gratis bij het COC te komen drinken en daarna gewoon gezellig de rest van de avond komen dansen. En met het meest geluk zijn we nog net op tijd voor elkaar. Oké, laatste. Zou ik dan nog iets mogen vragen? Ja. Ik zou iedereen willen uitnodigen voor de roze kroegentocht die de VVD-leider zo meteen gaat houden. Dat iedereen welkom om aan te sluiten. Komen jullie ook vast bij het COC langs? Ik denk, ja, dat is voor jullie. Wie is er jij? Ja, dat sluit jij maar af. Dan dank voor jullie komst en laten we hopen dat het, dit een handvat is voor goed en concreet beleid voor de komende 4 jaar, waarbij het COC als uitvoeringsorganisatie betrokken blijft en waarbij de gemeente misschien iets meer stuurt dan de afgelopen 4 jaar. Want ik heb vanavond wel een paar keer gehoord dat ik dacht, ah, volgens mij ben ik de afgelopen 4 jaar wat minder opgelet dan jullie hadden moeten doen. Maar, nou ja, dat is een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zeg ik dan. Dankjewel.